een van haar weer het zoegen van hoe een 150 jaar oude boekenbeam omvoel. Ik zie het te krantje en zei Jerk, uit het niets in één keer alleen wattels die knapten met een heel onheilspellend geluid. En er kwam een lawaai achter mij en ik ging naar buiten om te zien. En dan ging er een enorme beam, van mijn begrip, maar het werd een enorme beam van 150 hier. Ging gelukkig de goede kant van het park uit, naar binnen daar, en die stwatte del. En die nam in dat verhaal namen nog een beam mij en twee beamen die het scheef stien. Dus ik weer confus en ik denk, wat gebeurt hier? Neffert de gemeente Tietzerstradiel koe dit omdat de boaiem te wiert waard. Maar de bjem binnen via de zoen en net gevaarlijk. Daar is de buurt nog net van uitjoegen. Als ik de BM zag hier achter u, dan is het hokje plat en mijn hen ben plat. En ja, platte hen, dat liep het nergens naar. Maar zo ben er een stuk of 15 bjem langs de sleet die dus eigenlijk op... heel bot oerhelje naar de kant van de wenningen. Om de omwenningen hoe het er net een soort jam voet. Wat onderhoud zou ik al helpen.